Voor het eerst in de geschiedenis maakt SHH Herten kans op promotie naar de eerste klasse. Maar dat is toch een heel ander niveau. En daar kwam in de eerste ronde van de na-competitie SHH al meteen achter. De gasten, de Valk, wonnen met 0-3 in Herten. Dankzij doelpunten van Steve Vosters en 2 van Jorg van Galen. Afgelopen zondag was aan alles te merken dat Herten het zwaar zou krijgen. Maar zelf kwam de ploeg ook niet helemaal in het spel. De Valk kreeg de beste kansen en SHH heeft voor rust nog geluk dat de ploeg niet eerder op 0-2 was gekomen. Een spectaculair shot uit de draai belandde op de pol. Even later was er een vrije trap voor Herten. En dit hij zomaar de gelijkmaker kunnen zijn. Rick Reinders achter de bal. En is de bal over de lijn geweest. Nee, zet de scheidsrechter. Geen doelpunt dus voor Herten. En in de tweede helft zouden de gasten dus uitlopen naar een 0-3 zegen. En het tegenvaller dus voor SHH dat zich de start van de na-competitie op eigen veld toch anders heeft voorgesteld. Komend weekend is de return en dan zal Herten opnieuw proberen om te winnen van de eerste klasser. Maar om de 0-3 nederlaag in Herten nog weg te poetsen, dat zal een hele lastige klus worden. Lukt het wel, dan moet Herten nog een wedstrijd spelen tegen de winnaar van Veritas tegen Geusselsport. Veritas die gooie zaken zie wonnen met 2-0. Komende zondag spelen ze de return in Maastricht. En SHH gaat dus op bezoek bij de Valk en Valkenswaard. 3 doelpunten wegpoetsen. Ik geef het ze te doen. Maar de bal is rond en er zijn al grotere wonjeren gebeurd in de voetbalwereld.